We zijn aan de Burgemeester Elzenweg in Naaldwijk. Het is 'smiddags 1:30 als Jo en Nini Boesman de zojuist uitgelegde Henri Dunant inspecteren om hem daarna met gas te gaan vullen. Het is de grootste waterstofballon die op dat moment in de vaart is. Maar liefst 140 stalen cilinders met waterstofgas zijn door de fabrikant Oxygenium uit Schiedam aangevoerd om dat gevaarte de lucht in te krijgen. Tijdens de voorbereiding hiervan rookt het vulpersoneel er nog maar even duchtig op los. Want omdat het gas zeer brandbaar is, zal er daarna niet meer gerookt worden. Ondanks het feit dat het omhulsel van de ballon is samengesteld uit een dubbele laag katoen en gedrenkt is in rubber om het gas dicht te maken, blijkt bij het vullen toch dat er een reparatie nodig is. De ballon heeft nu voldoende volume om de spandoeken van de sponsors aan te brengen. Sponsor en amateurfilmer Hoijmeijer is daar natuurlijk prompt bij. Om te verhinderen dat de Henri Dunant tijdens het vullen al opstijgt, wordt hij voorzien van 60 ballastzakken met een totaalgewicht van 1000 kilogram. Het toegestroomde publiek wordt intussen bezig gehouden met muziek en krijgt uitleg van de werkzaamheden. Daarvoor zijn vooraf formulieren uitgedeeld, waarop men vragen kon schrijven. Die worden door een reporter voorgelezen aan het publiek en door Jo Boesman beantwoord.
Voordat de ballon kan vertrekken, moet de hoeveelheid ballast nog verminderd worden en afgestemd op voldoende stijgkracht voor de ballon met de mand met daarin de passagiers. Daarvoor hebben de ballonvaarders, notaris De Vos van Klootwijk, Jo Boesman en Nini Boesman, allen van de Haagse Ballonclub, en hun passagier mejuffrouw R. Brandt, verslaggeefster van de Nieuwe Haagse Courant, hun plaats ingenomen in de mand. Het is inmiddels 16:30 in plaats van 16:30 als commandante Nini Boesman het vertreksein kan geven. Daar gaat hij, was de algemene roep, toen de ballon in een prachtige en rustige start omhoog schoot en een regen van reclamebiljetten op de bezoekers uitgestrooid werd. Over de Maasdijk dreef de ballon, over het Staalduinse bos en toen over de waterweg. Daarop volgde een snelle daling en de landing op het eiland Rozenburg. Het nieuws- en advertentieblad De Westlander schreef hierover: de ballonvaart had niet lang geduurd en de 1000 gulden die gemoeid was om de ballon met gas te vullen, was in een goed uur opgesnoept. Maar een attractie is deze ballonvaart voor het Westland zeker geweest. Het is augustus 1953. Als de Westlandse handelstentoonstelling weer als publiekstrekker een ballon laat opstijgen. En ja, ook Hoijmeijer, wiens fabriek door de watersnoodramp in februari volledig is overstroomd, doet desondanks mee als sponsor. Ditmaal staat de gasballon Munch, met als bemanning de Zwitser Gustav Eberhard, zijn landgenote mejuffrouw Weichel en Nini Boesman als bemanning klaar. Hier overhandigt Joost Hoijmeijer aan Nini een doos met beschuiten en muisjes, als geschenk voor de jongste inwoner van de gemeente waar de ballon zal landen. Van de burgemeester kreeg ze een oorkonde mee voor zijn ambtgenoot en van de groenteveiling een kistje druiven voor de oudste inwoner. Door het slechte weer werd het vertrek echter uitgesteld. Ondertussen had Joost Hoijmeijer alle gelegenheid om af en toe een klein ballonnetje op te laten met daaraan een pakje beschuit. Het weer verbeterde, zodat om 8:30 in de avond de ballon toch nog vertrok om pas de andere morgen bij Keulen te landen. En zo had Hoijmeijer weer een reden om tijdens de pauze in de bioscopen zijn reclame te laten vertonen.